Hallo lieve mensen, ik ga vandaag een hart maken voor eigenlijk een rouwhart, een rozenhart. Niet zo moeilijk om te doen en het is natuurlijk prachtig om zoiets te maken voor als je iemand verliest die je dierbaar is. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden. Kijk gezellig met me mee, het is niet moeilijk. Het is eigenlijk heel erg eenvoudig, maar dat zijn vaak ook hele mooie dingen. Zo, ik heb het hart laten drijven in het water en het heeft zich langzaam volgezogen. Als je dat niet doet, dan krijg je allemaal luchtgaten erin. En dat is natuurlijk niet fijn voor de bloemen, want die kunnen dan niet meer drinken. Ik begin even met een beetje groene basis. Dat doe ik met pistache. Zo, nou, ik denk dat het zo wel leuk is. En dan kan er straks altijd nog wat bij prikken. Ga ik even wat rozen verzamelen. Je hebt er natuurlijk heel veel nodig. Wat is dit? Miss Piggy. Toch nog korte. Ja, want weet je, als ik ze te kort is natuurlijk niet goed, want ze moeten wel kunnen drinken. Maar dit is ongeveer wat je nodig hebt, een centimeter of 4-5. Want ik wil ze wel tot aan het kontje van de bloem in de oase kunnen steken. Hoe heet deze roos? Celeb. Nou, een beroemde roos dus. Nog wat korte. Ja, die kwekers doen zo de best om lange stelen te kweken. En wij knippen ze er zomaar, wij snijden ze er zomaar af. Nog één apricola. Bellini. Nou, er zijn zoveel mooie rozen. Ik kijk altijd goed naar de kleuren. Dat dat mooi in balans is, dat is het belangrijkste. De namen doen er voor de rest niet zo toe.
je kunt voor zo'n krans moet je best een beetje rijpe rozen nemen. Want hoe meer ze open zijn, hoe minder roos dat je nodig hebt. En dan gaan er nogal wat in. Dus het is niet zo erg als je er een paar minder... Het is natuurlijk wel een hele kostbare krans. Hier ook nog een mooie roos. Het is die hypnose, zag ik. En dit is een avalansroos en die heet Peach. Hier nog een leuke gele trosroos. Kijk of ik daar nog een beetje de gaatjes mee op kan vullen. Ja, ik heb ook nog witte rozen, maar ik vind zelf wit, dat vind ik dan een beetje te hard bij deze mooie zachte tinten. Ik vind het zo wel heel lief en romantisch worden. Dus ik doe nu alle gaatjes opvullen. Het is wel fijn dat ik dan ook een beetje een klein roosje heb. Want dan kan ik hem mooi, dat hij overal even breed wordt. Het is niet zo mooi als hij op de ene plek veel breder is dan op de andere. Ik denk dat hij zo wel heel erg mooi is. Ik ga eventjes nog aan de zijkant kijken of dat ik hier of daar nog wat oase weg wil werken. Maar omdat het zo mooi donkergroen is, is het ook geen probleem als je daar nog... Het valt toch niet op. Het kost wel even wat, al die rozen. Je kan misschien op de markt kijken. Het is ook niet zo erg. Of zoek een kweker op. Dat is nog beter. En ze mogen natuurlijk ook een beetje rijp zijn. Hè? Als ze een paar dagen mooi zijn, dan is dat prima.
zo is die geworden. Ik ben er zelf wel heel tevreden over. Steek niet te veel groen erin wat te veel uitsteekt. Want dan raak je heel de vorm van de krans kwijt. En dat is ook niet de bedoeling. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En dan zou ik zeggen heel graag tot de volgende keer. Doei doeg!